ben Hans-Willem Postma. Ik ben officier van het Korps Zeedienst. Ik heb het VWO gedaan in Drachten. En ik ben vervolgens naar het KIM gegaan in Den Helder. Dat is een universiteit van de marine. Ik heb nog 5 jaar opleiding gehad op het KIM. Waaronder een half jaar PBI bij de onderzeedienst. Een half jaar praktische bedrijfsinstructie, waardoor je dus het bedrijf goed leert kennen. Boven de brug staan betekent dat jij als officier van de wacht de baas bent op dat moment van het schip, uit naam van de commandant. Je bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Dus op dat moment is het belangrijk dat jij ook weet wat er overal in het schip gebeurt. Mensen zullen ook bij bijzondere activiteiten aan jouw toestemming vragen van hey, kunnen we dit doen, kunnen we dat doen. Omdat jij op dat moment verantwoordelijk bent voor de veiligheid. Een onderdeel van het dienstvak is natuurlijk ook de reisvoorbereiding. Dus er zullen de kaarten voor de reis moeten worden voorbereid. De kaartvoorbereiding bestaat vaak uit het intekenen inderdaad van een route die je van plan bent te gaan varen. En hierdoor plan je je route al, waardoor je dus jezelf garandeert van een veilige doorvaart. Het verblijf voor de officier is de longroom. Hier kan je na je wacht ontspannen, dan kan je een filmpje kijken. 'S Avonds wordt er vaak door de mensen die niet op wacht zitten even televisie gekeken als dat mogelijk is. Hier eet je ook. Hier hebben wij het ontbijt en middageten en avondeten. Vaak gebruik je gewoon de tijd om te studeren of te ontspannen of te sporten. Nou, van jongs af aan heeft de marine mij aangetrokken. Het trekt mensen aan of niet, denk ik. Het is een stukje avontuur wat het uitstraalt. En het is een hoop afwisselende werkzaamheden die je doet. Bovendien komt erbij dat het een goede opleiding is waarin je ook nog eens betaald krijgt. Dus het is een verstandige keuze.